Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over aflevering 7 van het tweede seizoen van House of the Dragon. Ze hebben deze aflevering blijkbaar afgelopen weekend op San Diego Comic Con dus ook aan de fans daar zo laten zien. En toen zag ik er dus al heel veel hype over vandaan komen. Het is inderdaad misschien wel een van de beste afleveringen van House of the Dragon tot nu toe. Alleen de grote battle, die wordt dus toch bewaard voor in de finale volgende week. Ik heb dus ook gezien dat de finale in de bioscoop gaat draaien voor Pathé Unlimited abonnees. Dus ik ga wel proberen om hem daar ook te kijken volgende week. Maar goed, de aflevering deze week opent dus met de confrontatie tussen Rhaenyra en Adam. Omdat Adam natuurlijk de nieuwe rijder van Seasmoke geworden is. En ja, gelukkig is Adam dus gewoon loyaal aan Rhaenyra en kunnen ze het in een goed gesprek uitwerken. Want ik was vorige week even bang dat Rhaenyra met een iets te heet hoofd op Adam af zou gaan. En het nieuws dat Seasmoke dus een nieuwe rijder heeft, dat verspreidt zich binnen Westeros ook heel erg snel. En daar pikken we dus ook gelijk mee op in King's Landing in deze episode. Want ja, Alicent was gesneden vorige week tijdens die rellen en die besluit deze week dus om King's Landing te verlaten. En ik weet niet precies wat het punt van haar arc nu is, maar het lijkt erop dat ze dus misschien wat karakterprogressie aan het doorgaan is. Maar ja, ze heeft het er dus wel zwaar mee, want ze laat haar zoon gewoon achter die overduidelijk aan het struggelen is sinds zijn ongeluk. En dan heeft Aegon dus nog geluk dat Larys en de Grand Meester zo erg bereid zijn om hem te helpen nu. Maar Larys heeft dus ook al door dat dit voor hem een gevaarlijke tijd kan zijn. Maar het nieuws komt ook aan op de haven waar Ellen al heel het seizoen lang aan het werk is. En er zijn dus veel kritiekpunten geweest op dat de verhaallijn van Daemon herhalend is. Maar dat is dus dubbel en dwars zo waar voor de Ellen verhaallijn. Maar ja, de ontwikkeling dat Adam nu een rijder is, dat is wel een grote payoff van heel lang opbouwen natuurlijk. En ik verwacht dus ook dat we Corlys en Ellen volgende week wel gewoon een beetje in actie gaan zien. Alleen het gesprek wat Corlys dus heeft met Ellen is een beetje verwarrend, omdat blijkbaar de Valyrians zelf dus niet genoeg zijn om drakenrijders te worden ook. Dus het moet zijn dat Adam vanuit zijn moederskant ook wat Targaryen bloed heeft. Het verwarde me heel eventjes door personages zoals Lena en Lenor, maar die hebben natuurlijk van zichzelf ook gewoon Targaryen bloed in zich. Maar ja, we wisten dat Rhaenyra dus op zoek is naar nieuwe rijders en Viserya die komt dus met het idee om alle bastaardkinderen van de Targaryens op te sporen en het daarmee uit te proberen. Dat gaan we zo meteen dus nog wel uitgebreider bespreken, maar ik kon het wel waarderen dat de Dragonkeepers daar eigenlijk op tegen zijn en dat het sowieso dus ook wat discussies teweegbracht of lowborn families eigenlijk wel drakenrijders moeten worden. Want zelfs Jace was daar dus heel erg gefrustreerd over en die ging zelfs zo ver dat hij zijn moeder confronteert over zijn eigen vader en dat hij dus eigenlijk een afstammeling is van Harwin Strong. Het lijkt me dat die irritaties tussen Jace en Rhaenyra wel opzij gezet kunnen worden wanneer ze volgende week dus gewoon met een klein legertje van drakenrijders in actie kunnen komen. Het lijkt er dus toch op dat ze ook bijgestaan gaan worden door Daemon met een grondleger en dat is dus afstammend van de Riverlords. Maar ook in dat geval ging het niet super makkelijk, want Daemon heeft dus wel geregeld dat Oscar Tully nu de baas is van de Tully-familie, maar die blijkt dus toch wel gewoon een eigen persoon te zijn ook. Ik denk dat iedereen wel een beetje flashbacks kreeg naar Lyanna Mormont met Oscar Tully, maar het is dus best wel tof om gewoon een tiener of een kind zelfs met zoveel autoriteit gewoon zijn rol te zien spelen. En het is maar goed dat Oscar Tully ook gewoon wat morele duidelijkheid heeft, want Daemon is overduidelijk nog steeds aan het struggelen ook, want we kregen dus ook deze week opnieuw weer een stukje met Viserion. En deze keer dus over het gewicht van de kroon en dat hij het eigenlijk zelf nooit wou, terwijl Daemon heel zijn leven lang eigenlijk niks anders wilt, maar uiteindelijk draait hij dus toch weer bij om gewoon Rhaenyra te ondersteunen. Alleen dat leger ziet er wel zo uit zoals Oscar Tully wilt, want Willem Black die wordt ook gewoon gelijk meegenomen voor executie door hem. Vanwege de war crimes die hij dus heeft uitgevoerd in zijn strijd tegen de Brackens. Nou, dan kregen we nog een klein stukje met Rhaena, die dus weer op zoek is naar de draak die zoveel schade achterlaat. En het schijnt dus dat dat Sheepstealer is. Dus misschien dat voordat dit seizoen voorbij is, Rhaena ook gewoon een draak voor zichzelf heeft.
En we kregen ook te horen dat Daren Targaryen zijn draak blijkbaar nu ook getemd heeft. Dus ik weet ook vrijwel zeker dat we volgende week in de finale debuut van Daren met zijn draak gaan krijgen. Maar ja, dan dus de drakenceremonie van deze week, waar ik het al eventjes over gehad heb. Maar dat is dus wel de plaats waar zowel Ulf the White als Hugh the Hammer nu hun draken gevonden hebben. Ik dacht dat de drakenceremonie enkele weken geleden al intens was toen een guy gewoon verbrand werd. Maar dit was dus overduidelijk wel echt drakenceremonie 2.0 gewoon. En het werd bijna een horrorfilm met hoe ze die draak neerzetten en hoe krachtig ze vuur was en zo. En alle gillende mensen en chaos die het veroorzaakt. Maar dat Hugh Hammer gewoon koeltjes blijft tijdens al die chaos, dat spreekt ook wel wat over zijn personage. Ik denk dat er ook wel iets gezegd mag worden over Rhaenyra, dat ze wel in staat was om al haar verre familieleden gewoon zo gemakkelijk hier op te offeren. En ik denk dat op het moment zelf dat ze het toch ook wel door begon te krijgen. Maar hey, het heeft misschien een hoog prijskaartje gehad, maar uiteindelijk was dit experiment het dus wel gewoon waard. Want niet alleen heeft Hugh Hammer dus nu Vermithor, maar is Silverwing dus getemd door Ulf White. Maar Ulf the White heeft nog niet echt controle over Silverwing op het moment dat hij hem bestijgt dus. En hij vliegt gewoon rustig en per ongeluk langs bij King's Landing. Dat zorgt er dus ook voor dat Aemond en Vhagar gelijk achter hem aangaan, maar dat Aemond op dat moment dus toch moet besluiten om terug te trekken, ondanks dat Vhagar gewoon scheid heeft en vooruit wou. Maar ik denk dat Aemond daar toch de slimme beslissing gemaakt heeft, want Rhaenyra zat hem daar dus gewoon op te wachten met Cyrex en Seasmoke en gewoon alle draken bij elkaar heeft ze nu gewoon een klein drakenlegertje. En dat laatste shot waarmee we eindigen is dus ook wel echt een meesterwerk van televisie gewoon. Dat shot alleen al geeft denk ik bijna alle kijkers wel een vorm van kippenvel. En niet alleen is het shot zelf heel erg mooi, maar het is overduidelijk dus ook wel een belofte voor een epische, chaotische finale volgende week. Dus ik verwacht dat we ook wel echt iets speciaals gaan krijgen met die 8e aflevering. Maar ja, veel drakenactie in deze week's aflevering dus. En ik denk inderdaad dat dit ook wel gewoon een House of the Dragon aflevering is die ons nog een lange tijd gaat bijblijven. Van de confrontatie met de draken aan het begin tot de epische drakenceremonie aan het einde. Maar laat me vooral ook weten wat jij van aflevering 7 van dit tweede seizoen van House of the Dragon vindt. En wat je voorspellingen zijn voor in de finale. En of je hem misschien ook in de bioscoop gaat checken. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.